Het leven is duurder geworden en misschien kun je daarom even geen nieuwe telefoon of schoenen kopen. Maar hoe erg is dat dan? Ik ben Nele Jacobs, levensloopspsycholoog. En in deze aflevering help ik je af van het idee dat spullen je gelukkig maken. Ik vertel je vast niks nieuws als ik zeg dat je van spullen kopen blij wordt. Iedereen vindt het fijn om een nieuwe smartphone uit te pakken of thuis te komen met een zak vol nieuwe kleren. Onderzoek laat keer op keer zien dat je een mentale boost krijgt als je iets koopt. De hersenen gaan dan een stofje aanmaken. Dat stofje noemen we dopamine. Dat gebeurt hier in het bovenste gedeelte van de hersenstam. En als die dopamine hier komt, in de amygdala, dan ontstaan die fijne gevoelens van blijdschap, geluk en opwinding. Die dopamine komt ook hier terecht, in de hippocampus. En dat is het gebied waarmee we leren en onthouden. We leren dus als het ware dat dingen kopen en uitpakken ons blij en gelukkig maakt. Die dopamine zet dus als het ware een soort beloningssysteem in werking, waardoor we ons koopgedrag blijven herhalen. Het jammere is dat je lichaam die dopamine snel afbreekt. Het extra geluk dat je voelde, is dan even snel weer verdwenen. Ik zal het illustreren met deze grote maatcilinder en deze kan gekleurd water. Stel dat je aan het water in de cilinder kunt afmeten hoe gelukkig je bent. Laten we zeggen wat je gemiddeld gelukkig bent, dan staat het water in de cilinder ongeveer tot hier. Als je nu iets koopt, bijvoorbeeld een nieuwe telefoon, dan maak je dopamine aan, dat stofje. Je geluksniveau stijgt. Maar je ziet, dat is niet voor lang. De dopamine wordt namelijk weer afgebroken en verdwijnt samen met die fijne gevoelens. Opnieuw koop je iets, een mooie trui bijvoorbeeld. En opnieuw word je blijer, maar opnieuw is dat maar tijdelijk. Ook dit shot dopamine verdwijnt weer uit je lichaam. Ook al koop je heel vaak achter elkaar iets nieuws. Nog meer spullen, nog meer gadgets. Blijft alleen maar tijdelijk. Je zakt steeds weer terug naar je gemiddeld geluksniveau. Dingen kopen maak je dus alleen maar gelukkig op de korte termijn. Toch zijn er wel degelijk manieren om duurzamer geluk te creëren, zonder steeds iets nieuws te willen of te moeten kopen. Daarvoor heb je een rol tape nodig. Daarmee kun je de haakjes hier mee afplakken, zodat het geluksgevoel niet meer wegstroomt. Wat die tape precies is, dat is voor iedereen anders. En je kunt erachter komen door gebruik te maken van wat acceptance- en commitment-therapie heet. De kern van deze therapievorm is dat als je tijd en aandacht geeft aan de dingen die voor jou echt van belang zijn, dat je dan gelukkiger wordt. Omdat je dan aan het puur lichamelijke beloningssysteem een extra laag van betekenis, van zinvolheid toevoegt, stroomt het geluk niet meer weg. Hoe ontdek je nou wat dat is? In de acceptance- en commitment-therapie is daarvoor een strategie ontwikkeld. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is je smartphone. En daarmee maak je elke dag één speciale foto van een moment dat je opviel. Een fijn moment. Zeg maar, jouw geluksmoment. Ik heb hier mijn foto's van de afgelopen week opgehangen. Ik was bijvoorbeeld hier aan het wandelen en hier had ik een feestje op de universiteit. En aan het eind van de week ga je die foto's dan analyseren. Je gaat op zoek naar de gemeenschappelijke elementen. Een terugkerend thema bij mij is mijn werk. Dat is een onderdeel van mijn leven dat ik belangrijk en waardevol vind. Maar daarnaast vind ik het ook fijn om in de natuur te zijn, actief en in beweging te zijn, me fit te voelen. Toen ik dat laatste ontdekt had, bedacht ik: wat kan ik nu nog meer doen om recht te doen aan die waarde, vitaliteit en natuur die ik nu bij mezelf ontdekt heb? Ik bedacht toen: misschien moet ik eens wat vaker hardlopen. Ben dan buiten, in de natuur, ben actief bezig, hou me fit. Dat zal me goed doen. Maar hoe ga je datgene wat je zo waardevol vindt nu ook echt doen? Vanuit de psychologie van gedragsverandering weten we dat de sleutel daarvoor ligt in het maken van een uitgewerkt, realistisch plan van aanpak. En je maakt dat plan daarbij zo concreet mogelijk. In mijn geval, ik zet de wekker op 6:30 morgen vroeg. Deze avond leg ik mijn hardloopkleren al klaar op de stoel en in gedachten weet ik al een rondje van ongeveer 1/2 uur, zodat ik op tijd thuis ben om te douchen en weer fris aan het werk te gaan. Zo lukt het inderdaad om 6:30 uit bed te komen. Er is eigenlijk geen ruimte meer om het plan niet tot uitvoer te brengen. Natuurlijk lukt dat niet altijd. En een baaldag op zijn tijd mag natuurlijk best. Maar dan hoef je niet ineens het hele plan van aanpak weg te gooien. En hé,
Als je besluit dat iets voor jezelf kopen op dat moment toch fijn aanvoelt, dan is daar ook niks mis mee. Zolang je jouw echte waarden daarbij niet uit het oog verliest. Want die zijn jouw richtingaanwijzer voor een duurzaam, gelukkiger leven. Hey, ik ben Henry, rechtspsycholoog. En in de volgende aflevering laat ik je zien hoe je brein je geheugen manipuleert.